Deze foto die had ik op social media gezet, op Facebook. En daar volgden al snel twee reacties, namelijk van experts van de zoogdiervereniging onder andere. En die twee reacties luiden wegvangen en wegvangen. Dus de meningen waren meteen ondubbelzinnig. Dit beest hoort hier niet, kan schade brokkenen. En ik ben wel naar aanleiding van die mening natuurlijk even verder gaan vragen van wat zijn dan de redenen dat hij weg moet. Ja, toch, hij staat op een Europese zwarte lijst, dus van invasieve exoten. Het is gewoon een huisdier dat niet in de natuur hoort. En er zijn sterke aanwijzingen dat hij schade kan brokkenen aan onze natuur. Dus de boodschap is echt niet doen, niet loslaten.